Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Wat bezielt die Danny toch? Denken dat hij zomaar de Black Gate kan aanvallen zonder mijn toestemming? Hij leek wel wanhopig geworden of zo, dat hij eer moet krijgen. Koning, ja. Er is iets vreselijks gebeurd. Treed nader. Wie ben jij? Ik ben Rick. Wat is er gebeurd? Vertel het me. Nou, er is een winkel overvallen ergens in Downward. Wat voor winkel? Een kruidenierswinkel. En wat is er gebeurd in die winkel dan? Nou, de eigenaar die is omgekomen en een klant genaamd Stefan is zwaar gewond. En door wie zijn ze aangevallen dan? Burgers die hebben mensen met jokersmaskers en gele kleding gespot. Gele kleding en jokersmaskers? Ja. Gele kleding. Danny heeft ook ja, Danny is van lucht. Hij heeft hier vast wel iets mee te maken. Oké, jongens. Ik wil dat jullie met me meegaan. We gaan even Danny een bezoekje brengen. Ik kan die vent ook geen minuut alleen laten. Hij gaat gewoon de gevangenis in. Waar is Danny? Volgens mij is hij daar al, of niet, hè? Danny! Heb je hem ook weer? Ja, het is goed dat ik je hier zie. Want jij gaat geen kant meer op, begrepen? Maakt toch zelf wel uit? Wat heb je nou weer te zeuren dan? Nou, ik weet dus dat jij achter die groep bende... Ja, die groep bendes zit, hè? Jij achter de groep bendes? Ja, die gasten met die maskers. Dat ben jij. Dat ben ik? Hoe kom je daar dan weer bij? Wat is er van onzin? Dat is toch logisch? Ze dragen allemaal luchtkleding. En dat is jouw element, weet je nog? Ja, dat kan wel mijn element zijn, maar mensen die kunnen ook gewoon normale kleren aantrekken, dat weet je toch ook? Gewone kleding. Als het allemaal luchtkleding is, ze hebben maskers op, dan is het toch vrij logisch dat ze jouw aanhangers zijn? Jij bent hun leider, Danny. Je gaat de gevangenis in. Mooi niet, echt niet. Jawel, dat ga je wel. Nee. Pas op! Wat is dit? Jongens, schiet terug. Vuur. Danny, we worden er nog even. We moeten weg. We moeten richting Silverport. Volg mij. Ik doe mijn best. Wat is er van ons? Leon, zie je nou wat je me aandoet? Ja, ik zie wat ik je aandoe, maar het is toch... We moeten gewoon eerst in veiligheid komen. Die gasten die zitten achter jou en achter mij aan, blijkbaar. We moeten zo snel mogelijk weg hier. Danny, we moeten ergens... Ja, naartoe. We kunnen hier zak ergens heen. Hier is ergens een... Hier, daar de bosjes in. Snel. Hier. Oké, okay, laat ze langs lopen, snel. Oh, daar komt de hele groep. Oké. Okay. Laat hem maar even bij. Sst, zijn we al storm misschien? Ja. Okay. Jongens, ze zitten hier. Ah, nee, shit. Hierheen, Leon. Weg jij. Hierheen. Ja, snel naar binnen. Ja, ik doe mijn best. Zijn we al storm. Oké. Okay. Ja, kom door. Doe dit. Nee, blokkeren. Snel. Zitten we even. Oh, shit. Oh, snel naar binnen, Danny. Ja, ik doe mijn best. Kom. Blokken plaatsen. Oké. Danny, kom. We kunnen geen kant op. Ze breken naar binnen. Oh shit. Moeten we hier naar beneden? Ja, ik heb hoogtevrees. Is toch geen andere kant? Kijk met hoeveel mensen ze daar staan. Dat is... Oké, we moeten wel. Danny. 3, 2, 1, Oké. Danny, waar zijn we? Wat is dit voor iets, man? Ja, ik ken dit niet, man. Ik ben hier nog nooit geweest. Ja, we kunnen niet terug naar boven. Dat is zeker. Nee. Wat was dat? Hoor je dat? Ja, wat was dat? Ja, dat weet ik niet. Je mag wel een pakket! Oh, wat is dat? Moeten we wel dieper gaan, Danny? Croissant! Ja, we moeten wel. Het is alsof... Timon. Ik durf eigenlijk niet om eerlijk te zijn. Nou, we gaan nu gewoon, want we kunnen moeilijk omhoog klimmen daar. We moeten wel. Ja, misschien dat hier een andere uitgang zit. Laat geregeld, dan komt het wel goed. Wat is... Het klinkt alsof het een beest is of zo. Dat dan het lijden is, alsof het sterven is.
Kwassel! Is dat geen goblin? Ik weet het niet. Laten we in ieder geval eerst kijken. Ja, ik weet niet. Dit zijn als jij links gaat, dan ga ik rechts. Oké, ik zie hier niks, maar... Ja, ik zie hier ook niks. Ik zie hier een trappetje, maar... Er zitten allemaal goten in die kist of zo. Misschien moeten we kijken of... Nee, laten we dat niet doen, want dat zijn booby traps. Wat doe je? Ja, ben je gek geworden? Het ging goed. Het ging goed, Leo. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Je weet gewoon wat die goblins doen, hè? Waar je het zo goed over had. Ja, nou ja, jij hebt meer van medici gezien dan ik, hoor. Pak het! Oké, wat is dit? Weet je wat? Wat staat daar? Personeel? Alleen personeel? Hé? Hey, moet je kijken. Ben ik een stoere jongen, hè? Ja? Hier, ja. Kom, we gaan kijken wat hier is. Misschien net was je nog bang. Ja. Wat is die koffer? Hallo? Pardon? Huh? Hallo? Personeel only! Ga weg hier! Chef! Oh! Chef! Lielski, wat doe jij hier? Ken jij hem? Ja. Wil je een croton? Hier, croton voor jou. Ja, lekker, dankjewel. Oh, daar heb ik echt wel zin in, dankjewel. Wil jij een croton? Hier, croton op je gezicht. Ja. Jeetje! Ja, oh, Chef de kok, waar? Oh, hey! Timmy! Oh, Timmy! Ik snap hier geen ene reet meer van. Gegroet, maar... chef, heb je nou mijn croissant? Hier is een croissant! Oh, ja, fantastisch. Jongens. Ja, die broodjes die zijn lekker, maar die croissants die zijn echt het beste. Wat is dit? Ik zou je even voorstellen, dit is chef. Maar wat chef hier doet, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Heb je nog nooit van Le Chef de Kok gehoord? Nog nooit? De chef van... Ik heb eieren! Ik heb gewoon eieren in dit land gemaakt! Leon, ik denk dat je nu wel weet hoe ik over je na wat denk. Nou, dit is iemand die ons kan helpen. Ook tegen de gemaskerde mannen. Demi, we zitten op een groot probleem. Daarboven staat een leger met gemaskerde mannen. Een groot leger. Oké, dat is wat minder... Ja, dat is wat erger dan dat de croissantjes verbranden, hè, chef. Maar, wat moeten we nou doen? Ja, wat denk je? We moeten hier weg. Waar is die uitgang hier? Want ik ken het hier niet. Ongeveer dezelfde weg... Ja, het is een beetje moeilijk uitleggen. Chef heeft, sinds dat hij hier is, een beetje een ruïne omgebouwd tot zijn huis. En ja, het is één groot doolhof. Maar chef die weet zeker de weg wel naar buiten. Is er een ladder of zo, waarmee we naar boven kunnen klimmen? Ja, ik weet zeker een ladder. Als je achter je kijkt, zie je een mooie ingang. En dan gaan we even via die ingang. Ja, en dan kunnen we vanaf hier naar boven. Wat vinden jullie van mijn mooie, mooie muurkleedje? Kijk, mijn muurkleedje. Wat vinden jullie van mijn muurkleedje? 4-2-0. Wat houden we dat in? Een geheim recept! Alleen beste koks weten dit geheim recept. De prijs van een croissantje zeker, of niet? No. Te duur. Geheim croissant recept! Hebben jullie wapens trouwens bij jullie? Oui, we hebben... Ik heb alleen wapens, mijn wandelstok natuurlijk, en mijn mooie pakkie, maar... Je hebt toch wel diamond armor? Ik heb hier een wapen voor je. Oh, ik denk... Ik vecht niet met pijlen! Ik heb wel een andere... Ja? Zoek hier wat van dat diamond armor, dat gaan we nodig hebben tegen die gasten. Ja, ik denk dat chef nog wel iets heeft liggen ergens. Dat zal ik... Aha! Beter dan zwaard! Wat is dat? Dat is een stuk biefstuk. Dit ding is ijskoud! Je slaat een ijsbeer dood! Met dit ding! Oké. Ik zou zeggen, pak je wapens. We moeten terug naar Dawnguard. Dus ja, absoluut. We moeten de mensen informeren met wat er boven allemaal aan de gaande is. Het is te veel en het is te gevaarlijk om dit in ons eentje te doen. We hebben daarom jullie hulp nodig. Prima. Chef, pak je spullen. Ik ga ook even wat zoeken en dan ontmoeten we elkaar hier weer. Dan gaan we het gevecht aan. Ja, dat is helemaal goed. Oké, jongens, een beetje stil zijn, want... Oh shit. We moeten... Pas op, want dit is echt een krakend pand. Ja, goh. Ik ben echt oud. We kunnen hier niet zomaar uit. Moet ik een eitje gooien voor afleiding? Hey, sst! Ben je dom? Maar je vader, al je bek is dicht. Laten we eerst eens even... Laten we eerst kijken wat ze te zeggen hebben. Heren, ik wil dat jullie op zoek gaan naar die verdomde Leon. Hij heeft vast en zeker al uitgang gevonden. Dus, hup, verspreid jullie over de bossen en maak ze af! Oké, ze zijn weg, jongens. Ja, ze zijn weg. Ja. Maar ze liepen de bossen in. Maar ze zijn nou op zoek naar ons. Ja. Ah nee, ze zijn op zoek naar jou. Ja, en naar jou.
Ja, dat betekent ook dat jouw leven op het spel staat. Oké, maar we moeten veilig naar Dawncourt. En dat... Ze mogen misschien met nog veel zijn, maar we kunnen ze vast en zeker aan. Ze zijn nu verspreid, wij zijn bij elkaar. Dus laten we gewoon voorzichtig door die bossen heen lopen en zorgen dat we veilig de stad inkomen. Oké? Okay? Ja, het moet lukken. We hebben Chef de Kok, dus okay. Ja. Ik zie zo... Morgen dat ik dan ooit nog naast een Janafaan zal strijden in plaats van tegen hem. Ja, als je nog blijft leven wel. Maar ik moet zeggen, die mensen zijn wel dom. Waarom kijken ze niet in je huisje? Daarachter. Ja, daar stonden ze net. Ik pak hem. Ja, ik zie ze. Laten we... Ja, pak hem. Pak hem, Danny. Pak hem van achteren. Pak hem, Danny. Oké, pak hem. Maak hem af. Het zijn er meer. Ik heb het bijna. Nou, die gasten zijn te sterk. Echt sterk. Maak hem af. Ja, oké, hij is neer. Kom hier. Top, jongens. Okay. Eat my bucket! Waar is Danny? Okay. Danny! Ja, ik ben er nog. Hier, ik heb hulp nodig. Ik krijg hem gewoon niet dood. Wat is dat? Help hem! Maak hem af. Ik hou de boel in de gaten. Wacht even, ik geef hem gewoon een... Oh, netjes. Sst, daarachter loopt er nog een. We moeten... Laten niet meer aandacht vragen. We moeten nu weg hier. Ja, kunnen we ze niet vermoorden gewoon? Ja, als je ze stuk voor stuk wil afmaken... We moeten de pijl en boog... Ja, dan zijn we gelijk van dat gespuis af, Leo. Ja, maar er zijn er nog veel meer. Het alle gebied moet gewoon neer. Ik heb niet gezien hoe groot de groep er was. Deze man is in zijn eentje. Laat hem slaan. Oké, douwe. Trek je baguette. We gaan ervoor. Maak baguette! Oké, maak hem maar af dan, jullie twee. Shishui baguette! Leon, ik moet zeggen, die kok van jullie die is wel grappig. Ach, dat maakt me echt niet uit. Ik wil hier levend vandaan komen. Oui. Kom op, chef de kok. Pak hem. Baguette! Ik jaag een pijl door zijn kop heen. Oké, kijk, daar is nog één! Nog één? Hier, Danny. Nog één op de weg! Waar is dol? Jongens, achter de bomen. Pas op! Kom, Leon, pak hem. Roept. Eet mijn baguette! Maak hem af! Oké, ik zie niemand in de weg. Oké, pak hem. Kom op, chef de kok. Ja hoor. Oui. Hij rent weg, laat hem niet weggaan. Nog eentje. Breek zijn eitjes, kom op, breek zijn eitjes. Maak hem af, ik hou die gas wel. De eieren! Pas op. Maak hem af! Oké, die is neer. Oké, volgens mij zijn we nu van ze af, toch? Of niet? Zijn er nog meer? Volgens mij hebben we ook te maken dat we Dawncourt heen komen. Kom! Oké, laat die spullen liggen. We moeten nu echt een sprintje trekken. Gewoon rennen. We zijn er bijna. Oké. En die vent is nergens te bekennen. We moeten opschieten. Ja, we zijn bijna bij de poort. Oké. Geloof je me nu eindelijk, Leon? Oké, ja. Nou. Het is vrij duidelijk. Dit is een mooie hoofd. Ja, welkom trouwens. Oké, laten we naar de hal der elementen gaan. Waar zijn je bewakers? Laat ze alsjeblieft die poort dichtsluiten. Ja, dat komt goed. Ze durven hier toch niet in de stad te komen. We moeten opschieten, we moeten naar de hal der elementen en we gaan dit overleggen. Want het kan natuurlijk niet verder zo. Hoe had dit kunnen gebeuren? Ja, wat? Ja, ik heb je toch gezegd dat ik het niet wist. Mensen kunnen zomaar kleren aantrekken, Leon. Vertrouw je me nou? Ja, dat is geen wonder dat mensen kleren aan kunnen trekken. Ja. Maar ik wil dat die wachters hier aangescherpt worden. Ik wil dat het hier veilig is en dat de burgers niet meer hoeven te lijden onder dat, de angst dat zootje bij elkaar gaat creëren. Ja, nee, dit kan zeker niet. Het is tijd dat we iemand aanstellen hiervoor. Het is belangrijk dat we iemand hebben die dit kan regelen. En ik denk dat ik iemand ken. Ik heb met hem gesproken laatst. Het is ene Jari of zo. Hij is een ranger en heeft verstand van de beveiliging hier in Zera. Hij is gewoon een goede ranger en ik denk dat we wel wat met hem kunnen doen. Ja, ik heb ook al een keer met hem gepraat. Hij is op zich te vertrouwen. Maar ja... Hij moet hier ook maar voor openstaan, weet je. Hij heeft ook natuurlijk zijn eigen zaken. Ja, nou ja, maar ja. Het is een plicht van Zera. Hij woont in Zera en hij heeft maar gewoon naar het bevel te luisteren, vind ik. Dus, maar ik zal kijken wat ik kan doen. Ja, helemaal goed. Ik ga ondertussen even door naar Goldshire. Misschien kan ik wel iets meer informatie vinden over die nepverwanten van het luchtelement. Dus, hou je de tijd, mannen. Ja, wacht voordat je weggaat. Jij bent toch de man van de luchtpost? Ja, dat ben ik, ja. Ik wil dat jij een bericht gaat sturen naar hertog Jordi, zodat hij ook op de hoogte is van deze groep. Komt helemaal goed, ga ik doen. Prima. Hey, succes, hè?
Ja, tot ziens. In je achterhoofd. Ja, oké. Okay. Maar voor de rest... Wie kan er achter die groep zitten, man? Dit is echt verschrikkelijk. Dit zijn zwarte tijden voor ons land. Ja, dit kan niet. Dit kan gewoon echt niet, Leon. Dit is gewoon verschrikkelijk. Weet jij misschien iets meer, chef? Ik weet helemaal niks. Ik ben hier net geboren. Ik ben hier net aangekomen. Ik heb een mooie kukkertje onder de grond gemaakt. Maar ik heb niks gevonden. Ik snap niks over deze mensen. Ja, we hebben namelijk nog even wat te bespreken. Ik dank jullie dat jullie ons hebben gered. Ja, geen probleem. Ja, chef de kok en ik waren natuurlijk heerlijk aan het genieten van die croissantjes. En toen kwamen jullie. Maar dat is geen probleem. Ik heb er nog wel een paar. En chef de kok en ik die zullen later nog wel een beetje nagenieten van ons heerlijke gesprek. In ieder geval, ik ga dat even regelen met Jari. Dat lijkt me hartstikke verstandig om dat nu even te gaan doen. En dat kan eigenlijk niet langer wachten. Chef de kok, ik kom vanavond nog een paar croissantjes ophalen. En Leon, het was me genoegen. Ja? Ja. Oké, heren. Nou, gegroet. Gegroet. Maar, chef, vertel. Oui. Wat heeft jou overgehaald om mij te volgen naar Zera? Ik ben een beetje depressief geworden. Koning Samal, hij is niet meer zo'n goede koning als ik had gedacht. En generaal Meindert, hij aanbidt mijn kookkunsten niet meer zo. Dus ik... Wat? Ja. Je kookkunsten? Zakgepleu! Ik weet het niet meer. Ik weet niets. Is mijn kookkunsten zo slecht? Nee, natuurlijk niet. Ik waardeer je kookkunsten zelfs. Ah. Weet je wat? Als ik jou nou eens... de staatskok gaan maken van Zera. Zakgepleu! Ja toch? Wat vind je van dat plan? Tjushuis! Oh. Magnifiek! Ja. Magnifiek. Zeker te weten. De chef. Oui. In ruil daarvoor wil ik dat je je trouw zweert aan mijn koningschap. Zou je dat doen? Zou je dat willen? Oui. Oké. Okay. Kom hier, treed nader. Ik heb... Ga op je knieën. Oui. Beloof jij mij je trouw te zweren? Oui. Dan sla ik jou in naam van Zera. Maar niet kan slaan. Ik heb geen armor nee, aan. Nee, geloof me. Ik ga je niet slaan. Kom op. Oh, oké. Dan sla ik jou hierbij tot ridder van Zera. Sta op. Maar ik kan niet vechten. Ik ben gewoon een kokje. Ja, je bent gewoon officieel gekroond. Maakt niet uit, chef. Je hebt je trouw gezworen, dat is goed. Okay. Ja. Welkom bij ons land, het machtige Zera. Toen kwam ik bij die boer aan en toen sneek zijn keel door met een schaar. En toen pelkte ik zijn ogen wel uit. Gegroet, Danny. Goed u weer te zien. Eet gelijk, heren. We hebben nog helemaal niks door.